Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. De held van vorig seizoen. En dit was de held van woensdag. En Skoda Metaal natuurlijk de held van vorig seizoen omdat hij HHC in de tweede divisie hield. En Sander Danus omdat hij afgelopen woensdag tegen FC Lienden zo goed was. En er mede voor zorgde dat HHC de volgende ronde van de beker haalde. En ook Metaal had daar natuurlijk een belangrijk aandeel in, want Metaal was degene die de penalty binnenschoot. Zelfs de ballenjongens zijn er klaar voor. De jongens met de vlaggen zijn er klaar voor. En dan is het tijd om de nieuwe spelers aan u voor te stellen. Een aantal nieuwe namen in de basis van HHC. Onder andere Rens van Bentum, Rick Hemmink. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste nieuwe namen, want zij staan in de basis vandaag. Minuut stilte vanwege het overlijden van Marine Sandman. En dan kan er natuurlijk echt begonnen worden. Een nieuw seizoen. Ja, we weten allemaal nog hoe het vorig seizoen afliep. Nou, deze wedstrijd liep echt even anders. Want HHC begon heel fris aan de wedstrijd met deze kans voor Van Bentum. Spelend dus met nummer 10. De corner van Glenn Kobussen. En daar de goal van HHC. Vroeg in de wedstrijd. En die is van nieuwkomer Rick Hemmink. En die is daar natuurlijk ontzettend blij mee. Lekker begin van de wedstrijd voor HHC. Goed getrapte corner. Hemmink staat op de juiste plek. En via doelman Van Rossum van HFC komt HHC op een voorsprong. En Facu is daar natuurlijk blij mee. U ziet daaronder de ledboarding van HHC. Heel veel vrijwilligers zijn er ontzettend druk mee geweest om dat aan te leggen. Groot applaus voor hen, zou ik zeggen. En hier moet de 2-0 komen van Gourie. Maar die verzuimt te scoren. Het zou niet helemaal zijn middag worden. Want deze had er natuurlijk gewoon ingemoeten. Het publiek ziet dat ook. Manuhutu heeft het balletje richting Van Bentum. Gaat de defensie van HFC in de fout. En daar is het 2-0. En wat zal dat lekker voelen voor Gert-Jan Kasten. Dat je de twee nieuwkomers in het veld zet. En dat die dan ook gelijk hun doelpuntje meepikken. Geweldige spits, denk ik, van Bentum. Grote aanwinst voor HHC. Meer dan 25 doelpunten vorig jaar bij Kwik 20 in de zondag derde divisie. En dit is een echte spitsgoal. Geduldig afwachten, tijd nemen, het hoekje zoeken. En Van Rossum kansloos. En dus lijkt het feest in Facu. Camerapositie ook aan de andere kant. Zodat we wat meer sfeer ook mee kunnen pakken. En hier wordt de bal van de lijn gehaald. En zo is het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. En de fotografen kunnen er bijna niet meer bijbenen. En ze zien al een 2-0 op het bord staan. Tameres, goede bal. En daar zit hij erin. Prachtig doelpunt van Koen Beren. En hij brengt de spanning terug in de wedstrijd. En zo hebben we een half uur gevoetbald. En is het een heerlijke wedstrijd. 2-1. Lekker balletje hoor. En hij maakt het ook wel heel erg mooi af. Sander Danus net iets te ver voor zijn goal. En daar is dan het doelpunt. Danus brengt de bal opnieuw in het spel. En dan kan opnieuw HFC eruit komen. En dan moet HFC oppassen achterin. Want dit is bijna de 2-2. Sander Danus mag heel blij zijn dat het doel niet net 5 centimeter breder is. En hier gaat HFC tot nu toe goed wegkomen. Via Sabat en Gerts. En de bal van de lijn gekopt. Onvoorstelbaar. Wat een grote kans in de tweede helft. Voor de ploeg van Ted Verdonkschot. HFC dan. Gourie. Dit moet hem zijn. Ik zei het al. Het was niet zijn middag. Had er natuurlijk ingemoeten deze bal. Sargon Gourie. Kreeg veel mogelijkheden. Aardig overstapje, goed gedaan. Hemmink weer. Vervolgen is wat minder mooi. Maar wellicht alsnog via een voorzet. Aardige passeeractie van Hemmink. Ook een leuke aanwinst voor HHC. En ook belangrijk met zijn goal natuurlijk. HFC dan. Als je hem zelf niet maakt, dan zou die aan de andere kant kunnen vallen. Eerste cliché van dit seizoen. Maar het is misschien wel waar. Oh, wat een grote kans. En in tweede instantie weer Danus. Wat een wereldsave.
Sander Danus redt HAC. En redt misschien wel de 3 punten voor HAC. HFC neemt natuurlijk achterin meer risico's. Ging met meer aanvallen spelen. En dus komt hier Van der Leij. Die wil het heel erg mooi doen. Eigenlijk zoals Beren het in de eerste helft voor HFC deed. Zo wou Van der Leij het ook even doen. En dan ging even niet door. Dat was wel heel mooi geweest trouwens. HFC dan. Wat kan het nog? 3 minuten extra tijd. Voordeel, zegt de scheidsrechter Keil. En dan kan Bouws eruit. Die geeft hem aan Gourie. En Gourie moet hem natuurlijk ook afgeven. Dat doet hij niet. Hij wil voor eigen succes gaan. En ik kan me voorstellen dat je daar als speler boos over wordt. Want dit had Gourie natuurlijk niet zelf moeten doen. Desalniettemin wint HAC de eerste wedstrijd van het seizoen. En dat is heerlijk. Dat is heel erg lekker om te kunnen zeggen dat HAC gewoon 3 punten heeft. En daar is ook Facu blij mee. Volgende week een uitwedstrijd voor HAC. Dan speelt het in Lisse tegen de plaatselijke FC. HAC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.